Ja, nu we eigenlijk dit hebben staan, kunnen we eigenlijk die 1/3, die kunnen we eigenlijk nog wel een paar keer kopiëren. Dus, want hij is nou toch in zoverre klaar dat ik hem dus de tekst erin heb gezet in een kopje. Dan doe ik hem hier nog een paar keer kopiëren. Dat is 2. En dat is de derde. Dus dan heb ik ze 3 keer. Nou, ik zie dus ook dat ze al mooi tegen elkaar aankomen te staan. En dat ze een float hebben. Alleen ze hebben wel dezelfde titel en hetzelfde plaatje. Maar dat heeft dus te maken met de inhoud, hè? Dus als ik hier een ander plaatje wil. Deze bijvoorbeeld. Dan kan ik hier gewoon zeggen van oké, bij de eigenschappen maak daar tweede werk van. Even kijken. Deze. En dan wordt het dus ook dat plaatje. Wil ik een andere titel? Dan pas je die gewoon aan. Dat wil niet zeggen dat hij dus hier dat ook aanpast. Dat is juist het mooie daarvan. Even kijken, dan maak ik hier het derde dingel van. En vergeet dus niet die alternatieve tekst aan te passen, hè? Want hier krijg je dus een klassieke fout. Die zoekmachine denkt dat dit straks een vrouw achter wolken is. Dit is dus een auto in de fik. En deze is, wat is het, een superheld, rent, een beetje verkouden, sorry. Als ik nu weer preview, dan zie je dus dat het plaatjes zijn aangepast en dat dat erin staat. Nou, dan hebben we al heel wat bereikt. We hebben al wat plaatjes erin staan. We hebben al wat tekst staan. Het staat al op verschillende plekken. We hebben een lijntje erin gezet. We hebben in het midden uitgelijnd. En we hebben met alle HTML5 elementen gewerkt. Zoals footer, header, maar ook header hierboven. Nav. En die komt nog een keer terug hier beneden, nav, in de footer. Maar voor zover hebben we al een behoorlijk wat eind staan.